De vondst trekt veel bekijks. Ook Hein Klompmaker, directeur van het Hunebedcentrum in Borger, komt de opgraving bekijken. Deze archeologische ontdekking is namelijk ook een belangrijke aanwinst voor Drenthe. Nou ja, in de hunebedbouwerstijd dan hebben we het over het algemeen over vrij veel kennis die met de dodencultuur te maken heeft. Hè? Dus wat doen de mensen met hun doden? En hier heb je de combinatie van het bewerken van het land, het landbouwgedeelte van de hunebedbouwers, de bewoning, er is ook een huisplattegrond gevonden, en die dodencultuur die op 100 meter afstand zit. En die combinatie met wat nader onderzoek moet hele leuke resultaten kunnen opleveren. En dus, hoe ging het in Drenthe toe? Dat is natuurlijk ook van belang. Zo is bekend dat iedere dode een trechterbeker meekreeg in het graf. Over hoe de hunebedbouwers woonden is weinig bekend. Nu er voor het eerst in Nederland resten van een boerderij zijn gevonden, komt daar verandering in. Dat zorgt ook voor vernieuwing in het hunebedcentrum. Overal waar vondsten zijn die met de trechterbekercultuur te maken hebben, die bepalen dat we ons beeld moeten herzien. Zo hoort het ook en zo moet je ook als museum dat voortdurend aanpassen. Dat is heel normaal. Alleen je wacht even totdat je alle gegevens bij elkaar hebt voordat je daar in een museale context iets mee doet. 3 jaar geleden werden hier voor het eerst archeologische steekproeven gedaan. Al snel werden er 2 trechterbekers gevonden en het werden er steeds meer, tot ongeloof van archeologen. Je weet gewoon niet wat je ziet. Dat je na 2 weken tegen 67 grafkuilen aankijkt, dat is echt buiten verwachting. Ook zijn er voor het eerst menselijke botresten van hunebedbouwers in Nederland gevonden. We hebben resten van de onderkaak, kapsels van tanden, mogelijk nog kiezen die nog goed bewaard zijn. En daar kunnen we eventueel ook DNA-onderzoek naar doen. En dan komen we echt heel dichtbij de mensen van toen.